Ja, ik heb echt bewondering voor u dat u zo braaf heeft geluisterd naar alle verhalen. En ik heb natuurlijk zelf ook genoten van de verhalen. Het valt mij op dat alle verhalen iets met liefde te maken hebben. Is u dat ook opgevallen? Het heeft allemaal te maken met liefde voor andere mensen, kunst, stad. Noem het allemaal maar op. Goed, het verhaal wat ik u ga vertellen is een mooi verhaal. Wilt u de lange versie of de extra lange of de bijzonder lange versie? Eens even kijken. Kan je de foto laten zien van mevrouw Jutteland? Ja, ja. Ik neem u mee. We gaan terug naar de jaren 70 en u loopt met mij mee. En we gaan naar mevrouw Jutteland, nummer 16 of 19. Dat ben ik even vergeten. Precies. En ik neem u mee en we doen de deur open, we bellen aan en we komen bij het huis waar wonen Jan Schoonhoven, Anita Schoonhoven en Jaapie Schoonhoven. En ik neem aan dat iedereen in deze zaal de naam Jan Schoonhoven kent. Zijn er mensen die zeggen van nee, sorry, nooit van gehoord? Iedereen kent Jan Schoonhoven, een paar mensen kennen Jan Schoonhoven niet. Oké, Jan Schoonhoven is wel belangrijk om te weten. Is werkelijk een wereldberoemd kunstenaar. Ik raad u aan om straks op Google zijn naam eens te googlen. Dan kunt u zijn werken zien. Ik ga u niet vertellen wat de filosofie achter zijn werken zit. Die is wel heel interessant. Maar daar wil ik het niet over hebben. Ik neem u mee naar het huis van Jan Schoonhoven. We doen de deur open. En wat zien we daar? Een hele lange, steile trap. En langs die steile trap, daar is zo'n elektrische lift gemaakt. U kent die liftjes wel. Zo'n invalide lift. En gelukkig hoef ik niet. Ik ben pas een jaar of 20. Ik hoef niet met de invalide lift. Ik ga de steile trap omhoog. En ik kom de woonkamer binnen van Jan, Anita en Jaapie. En voordat ik mijn verhaal vertel, wil ik toch even iets vertellen wat je daar aantrof in dat huis. Want dit was geen normaal huis. Ik heb u al verteld, Jan Schoonhoven, een wereldberoemd kunstenaar. Er is geen enkel toonaangevend museum in deze wereld waar u zijn werk niet zult vinden. Londen, New York, noemt u het allemaal maar op. En Jan Schoonhoven was een man die enorm van een bepaald ritme in zijn leven hield. Hij ging elke ochtend om 8 uur ging hij op weg naar zijn werk. Hij werkte bij de post. Hij was geen postbode hoor, hij zat daar gewoon op een kantoor. Hij deed zijn werk op het kantoor, kwam 's avonds weer terug in zijn houtje stoutjesjas en dan ging hij zijn kunst maken. Vaak reliefs, heel vaak repeterende patronen en hij liet zich daarmee heel sterk inspireren door Delft. Als u bijvoorbeeld kijkt naar de klankgaten van de kerkklokken, dan ziet u daar van die schuine dakjes staan. Die vindt u ook terug in zijn werk. Goed, Jan Schoonhoven verdiende dus gelukkig geld met zijn kunst. Koningin Beatrix of prinses Beatrix destijds, die kocht zijn werk. En we komen nu in de woonkamer van Jan Schoonhoven en het was een heel bijzonder huis. Wat was er zo bijzonder aan dat huis? Nou, alles wat er niet was. Er was bijvoorbeeld geen warm water, er was alleen koud water. Er was geen ijskast, er was geen douche. Wilde je warm water hebben, dan moest je gewoon een keteltje opzetten. Er waren ook dingen in dat huis wel die bij u in huis helemaal niet zijn. Namelijk een grote tafel waar iedereen aan zat en iedereen mocht tekenen op de tafel. Je mocht de tafel helemaal vol kladderen en als de tafel eenmaal vol was, dan kwam de witkwast en dan kon je weer vrolijk opnieuw beginnen. Deed je een kast open om een kopje te pakken, dan zag je aan de binnenkant van de deur duizenden kleine rondjes, allemaal naast elkaar, die Jan Schoonhoven daar had getekend. Goed. Ik ga het niet verder hebben over Jan. Ik ga nu naar Anita Schoonhoven toe. Anita was zijn vrouw en Anita was zeer sterk geïnteresseerd in muziek. Anita Schoonhoven heeft in Delft een stichting opgericht, Smeur. En Smeur die organiseerde hele bijzondere jazzconcerten. Destijds waren het meer happenings dan concerten. Het was niet van je ging zitten en luisteren. Het was altijd lekker een zootje. En zij heeft dus ook een organisatie opgericht, een impresariaat. En jazzmuzikanten van over de hele wereld wisten dat als je in Europa aan de bak wilde komen, dan ging je naar Anita Schoonhoven toe. En Anita die zorgde dan dat je met haar contacten bij de VPRO en bij de zalen terecht kon, waar men de super progressieve muziek waar zij van hield liet horen. Ik kwam daar dus als jochie van
20, 22 jaar. Ik kom uit een heel conventioneel gezin. Ik luisterde als kind eigenlijk uitsluitend naar klassieke muziek, maar de muziek die mijn ouders speelden. Nou, dan ben ik snel klaar. Mendelssohn, Beethoven, Mozart, dan heb je het wel zo'n beetje gehad. En ik vond popmuziek ook helemaal niks. Toen ik 12 jaar oud was, kwam ik erachter dat je toch heel weinig vriendjes kreeg als je niet wist wat er in de top 10 stond en wat de flops en de tops waren. Dus ik ben toen ook maar naar de popmuziek geluisterd en ik vond de Beatles ook hartstikke leuk. En de Shadows met hun gitaren, die konden ook mij heel erg bekoren. Goed, ik kwam daar dus bij Anita in huis en Anita Schoonhoven beschouw ik als mijn muzikale moeder. Zij heeft mijn oren uitgespoten, want in dit huis was muziek te beluisteren uit alle tijden, van de vroegste middeleeuwen tot de meest moderne klassieke muziek, ook hele onbekende muziek. Ze luisterden ook naar popmuziek, maar dan wel de hele goede popmuziek, Frank Zappa, Jimi Hendrix, dat soort mensen, daar luisterden ze naar. Ze luisterden natuurlijk naar alle soorten van jazz. Daar werden daar platen gespeeld, dat heeft me jaren gekost voordat ik eindelijk snapte dat je daar met plezier naar kon luisteren. Dat dan een half uur lang. En dan werd de plaat omgedraaid. En dan ging het toch een keer 20 minuten. En ik dacht van die mensen die doen net alsof ze dat mooi vinden. Maar dit kan niemand mooi vinden. Nou, na een aantal jaren luisteren, snapte ik dat deze heren veel frustraties via de muziek naar buiten wisten te brengen. En dat als je er met die oren naar luisterde, ja, dat het heel interessant was hoe ze steeds bozer en bozer wisten te worden. Ja. Zij had ook muziek van ieder land in deze wereld. Dus volksmuziek uit Pakistan, elk eilandje in het Caribisch gebied. Toen ik daar een aantal jaren zat, wist ik precies als ik bepaald soort muziek hoorde, oh, dat is uit Trinidad en dat is uit een ander land in het Caribisch gebied. Dus ik heb daar een enorme brede ervaring op gedaan op muzikaal gebied. En met Anita Schoonhoven ging het op een bepaald moment niet goed. Zij had longemfyseem, ze zat in een rolstoel, ze had zuurstofflessen achterop haar rolstoel zitten. En daarom stond ook dat liftje daar in die gang, die elektrische invalide lift. En ik heb in de laatste jaren van haar leven voor haar gezorgd. Ik kookte voor haar en ik ontving de gasten en ik deed boodschapjes voor haar. En ik was natuurlijk heel blij dat ik bij haar in de buurt kon zijn, want zij had mij heel erg veel te vertellen en ik kon heel erg veel luisteren naar muziek die ik allemaal dan mee naar huis nam en dan weer op mijn bandrecorder opnam, zodat ik het weer opnieuw kon beluisteren. Goed, over Anita. Ik had dus een hele mooie band met haar. Ik beschouw haar als mijn muzikale moeder. En het verhaal wat ik eigenlijk wil vertellen, daar ga ik nu dan mee beginnen. Ik kwam op een dag bij Anita. En ik zei tegen Anita, ja, het is niet zo lang gelukkig hoor. Ik zei tegen Anita, ik heb een nachtmerrie over je gehad. En Anita zei, maar wat heb je dan gedroomd? Ik zei van, nou, ik droomde dat jij werd opgehaald. En dat was bij haar een hele grote operatie. Iemand in een rolstoel met zuurstofflessen, die haal je niet even op. En daar ga je niet even wat mee doen. Dat moet worden gepland. Ik zeg dus, je werd opgehaald en ik ging met je mee. En we gingen met het liftje naar beneden. We zetten je in de auto neer. We reden met de auto via de Zwet naar Schiedam. En in Schiedam haal ik je uit de auto. Ik zet je in de rolstoel neer. Ik rij met je in de rolstoel. En ik zie het nog steeds voor me. De tram maakt een soort rondje. En ik moet de stoep even af met de rolstoel. En één wieltje van de rolstoel blijft vastzitten in de rails van de tram. En ik zie de tram aankomen rijden en ik word badend in het zweet wakker, want ik ben bang dat Anita door de tram overreden wordt. Ze zegt, nou, dat is wel grappig dat je dat gedroomd hebt, want wat was er gisteren gebeurd? Ze was inderdaad opgehaald door iemand om een ritje te maken naar Schiedam. Ze was via de Zwet gereden. In Schiedam was niets gebeurd met een tram, maar toen ze terug was, toen is dat elektrische liftje waarmee ze naar boven ging, ging halverwege kapot. En terwijl ze halverwege de trap zat, zat ze dus vast. En ze moest een uur wachten op de monteur om die lift te repareren. En iemand die longemfyseem heeft, die heeft toch al niet veel lucht. En als je dan ook nog een keer in paniek raakt, dat is helemaal een foute boel. Dus ze heeft een uur lang
hele angstige momenten gehad. En de droom was toch een beetje uitgekomen, zou je kunnen zeggen. En ook hierbij heb ik toch wel vaker in mijn leven de ervaring gehad dat als er mensen zijn van wie je heel veel houdt, dat er soms dingen gebeuren die ik ook niet kan verklaren. U mag het voor mij toeval noemen, u mag het voor mij telepathie noemen. Ik weet het niet, ik heb geen verklaring. Ik weet alleen dat het is gebeurd. Dank u wel.